Kapot was en ontwricht.
En het geschiedde in die dagen dat Jezus, de zoon van Jozef en Maria, door het land trok. Om de mensen de waarheid te vertellen, want zij waren alleen uit op eigen gewin en genot. En Jezus sprak tot hen. Een aantal onder zijn toehoorders, met name degenen die het meest volgevreten en navelstaderig waren, protesteerden tegen deze woorden. En zij verweten Jezus dat hij overdreef. Deze woorden wenden sommigen zich van hem af en werden zijn vijanden. En zij gingen naar de hoge priesters om te vertellen wat Jezus had gezegd. Maar er waren ook velen die het met hem eens waren. En die hem volgden. En tot hen zei hij. Alles is wat het moet zijn.
daar valt niets aan te doen. Brood is brood en wijn is wijn. Niets ontsnapt ooit aan zijn lot. Is mens en God is God. Mens is mens, God is God. En ik ben Jezus. onder zijn volgelingen één voor wie hij genegenheid opvatte. Eén die zijn hart verwarmde. En die een bijzonder dierbaar werd. Met wie hij zijn meest intieme gedachten deelde. En zijn naam was Judas. Thank you.
Zij werden onafscheidelijk. Op een dag nam Jezus Judas in vertrouwen. Ik weet wat mij te wachten staat. Mij wacht geen duister lot. Mij wacht geen geld of goudbrood. Begreep het niet. Hij begreep niet wat Jezus bedoelde. En hij vroeg het hem te zeggen. Zeg het me. Zeg het me. Hey. Toen God de mens te hulp riep. Zeg het me! Niemand kreeg hem uit zijn strot. Een zin met zoveel toverkracht. Zo vol van grootheid staat. Geen mens ter wereld zelfs maar dacht. Dat die zin kon bestaan.
Waarom zeg je het nou niet? En sprak hem uit. Ik ben de... Ik ben de Zoon van God. Die zin bezegelde zijn lot. De Zoon van God? De Zoon van God. Jij bent de Zoon van God? De Zoon... Judas dacht dat Jezus een grap maakte. Immers er staat geschreven, de Joodse humor is de beste humor. Maar Jezus zei tegen Judas... Ik ben de Zoon van God. Hij is de Zoon. Hij is de Zoon van God. Hij zei dat hij de Zoon van God was. En dat hij naar de aarde was gekomen om mens te worden. Hij zei dat hij de Zoon van God was. En dat hij naar de aarde was gekomen om mens te worden. Om op die manier mens en God één te laten worden. Hij zei dat hij naar de aarde was gekomen om mens te worden. En op die manier mens en God één te laten worden. En met zijn dood aan het kruis de mensheid te verlossen. Te verlossen van haar schuld tegenover God. En hij vroeg Judas hem te verraden en over te leveren aan de hoge priesters. Want hij wist dat ze hem haten, omdat zijn invloed onder de mensen te groot was geworden. Judas zei dat hij zijn vriend nooit zou kunnen verraden. Maar Jezus drong aan en zei... Til mij naar een hoge plan, vervul mijn liefste. Is alles opeens omgedraaid? Draait de zon nu om de maan? Is het het gras dat zij ze maait? Drupt de wang nu langs de traan? Verscheurt het lam ineens de leeuw en valt de regen naar omhoog? Is alles opeens omgedraaid?
trots niet meer op hoe hij vroeger was. Is er een nieuwe evolutieleer? Veranderde in mijn slaap de oorsprong der natuur? Komt de mens nu voor de aap? Maar wijs en wijze dom, is alles plotsklaps andersom. Zijn ziende blind en blinde ziend, is vriend nu vijand, vijand vriend. Is vriend nu vijand, vijand vriend. Alles waar je van geniet, je knecht, je slaaf, je paladijn. Maar niet je pijn. Laat mij je medicijn, je stijgende lijn, je harlekijn, je karmozijn. Laat mij alles voor je zijn, maar niet je pijn. Laat mij jouw schaduw op de grond zijn. Je instrument, je werkterrein. Maar niet je pijn. Thank you.
Jezus drong niet langer aan, maar hij wendde zich tot zijn vader in de hemel. Hij vroeg zijn vader hem te helpen ervoor te zorgen dat hij verraden zou worden. Door Judas, zijn beste vriend. Maar God vond het eerder een vraag voor zijn tweelingbroer, de duivel. Ik ken hem van mijn vroegste jeugd. Het eerste uur van mijn bestaan. Hij is mijn allergrootste vreugd. Ik ben zijn nacht, ik ben zijn traan. Wij spreken samen met één stem. Zijn van hetzelfde zaad, maar zo. Jezus werd ongeduldig en hij vroeg zijn vader of hij de duivel nu echt wilde bewegen om hem te helpen. God vroeg het de duivel en de duivel sprak. Ik ben de rotte appel. Blinde slang, altijd en overal, alleen de ene wang. Ik ben de fluisterende stem in ieder mensenoor. Toe, pak het maar, ga je gang, het staat ervoor. Thank you.
niet precies kan vertellen wie of wat ik ben. Ik ben de buurman met de warme, vriendelijke stem, die netjes in zijn huisje woont bij jullie in de rij. Je brengt op zaterdag je lieve kindertjes bij mij. Ik ben al het slecht dat op de wereld wordt gedacht. Ik heb geen seconde rust. Ik werk dag en nacht. Ik ben al het slecht dat op de wereld wordt gedacht. Ik ben al het slecht. Ik heb geen seconde rust. Ik werk dag en nacht. Ik heb geen seconde rust. Ik ben al het slecht. Ik heb geen seconde rust. Ik ben al het slecht. Ik heb geen seconde rust. Ik heb geen seconde rust. Ik heb geen seconde rust. Jezus begreep dat de duivel het druk had. Hij zei dat hij best morgen terug wilde komen. Maar de duivel besloot zich toch in te spannen om Judas te overreden. En hij stuurde naar Judas een beeldschone vrouw. Verklaard, is dat liefde waard? Is dat liefde waard? Liefde. Als je jezelf niet meer bent, zelf niet meer herkent, is dat liefde waard? Is dat liefde waard? Is dat liefde waard? Liefde. Dat je je eigen leven haat, onoprecht bent als je praat, onzeker en van de kaart, is dat liefde waard? 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 Maar op.
Jezus vroeg zich af wat de duivel nu weer zou bedenken om de harde kop van Judas te breken. Toen stuurde de duivel een zakenman en een politicus naar Judas. Zij beloofden hem te overladen met... Eer. Eer. Macht. Macht. Geld. Als hij Jezus zou verraden. Geld waar niets voor is gedaan, waar mensen voor zijn dood gegaan. Geld dat geënt is op geweld, is dat geld? Is dat geld? Macht waar niets voor is gedaan, waar mensen voor zijn dood gegaan. Macht waar de wet voor is verkracht, is dat macht? Leugens is behaald, met bloed is betaald. Alleen maar eer en niets meer. Alleen maar eer en niets meer is. Is dat eer? Is dat eer? Is dat eer? Zag dat Judas onomkoopbaar was. Maar misschien had de duivel nog een laatste troef. Daarop stuurde de duivel naar Judas met de snelheid van een meteoor een zieder die Judas het eeuwige leven beloofde. Het eeuwige leven? Als hij bereid zou zijn Jezus te verraden. Als je het fouten hebt gedaan, uit slecht begrepen eigenwaan, uit wanhoop of uit geldingsdrang, dan is eeuwig lang. Als je berouw hebt en je hebt spijt en je zoekt vergetelheid, je leven is een martelgang, dat is eeuwig lang, eeuwig lang, eeuwig lang, eeuwig lang, eeuwig lang. Eeuwig lang, 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 eeuwig lang. Vergeefs een uitweg zoekt. Als je onzeker bent en je bent bang, dan is eeuwig lang.
duivel. De duivel gaf het op. En God zei tegen Jezus dat hij niets meer voor hem kon doen. En Jezus wist dat hij het zelf moest doen. En hij ging voor de laatste keer naar Judas. En hij smeekte hem om hem te verraden. En Jezus kuste Judas. Niets is zachter dan een kus. Knielde aan de voeten van Judas. Judas voelde zich beschaamd omdat de Zoon van God aan zijn voeten knielde. Maar Judas zei: goed, ik zal slecht zijn, dankzij mijn slechtheid goed. Mijn kromheid recht, mijn zuur zijn zoet. Goed. Ik zal slecht zijn, ik word mijn tegendeel. Ik zal de slechtste slechtheidsknecht zijn, ik word abject en amoreel. Goed.
Ik zal slecht zijn, dankzij mijn slechtheid goed. Mijn kromheid recht, mijn zuur zijn zoet. Ik zal slecht zijn, ik zal slecht zijn. Ik zal slecht zijn, ik zal slecht zijn. Mij kwijten van mijn laffe taak. Zie hoe ik mij te schande maak. Die avond ging Judas met de hoge priesters en de Romeinen naar Jezus toe. En hij zei: degene die ik in het donker kus, is Jezus.
Het heeft geen eigenaar, uw Judas bestaat niet meer. Hij is nog maar een droom. Terwijl Jezus aan het kruis werd genageld, nam Judas een besluit. En op het moment dat Jezus aan het kruis stierf, sloeg Judas de hand aan zichzelf. 3 dagen later stond Jezus op uit de dood en begaf hij zich naar het graf van Judas. En hij wekte deze met een kus. En hij vroeg Judas hem te vergezellen naar het huis van zijn vader. En daar zit, sinds die dag, Judas naast Jezus. Als mens naast God en God naast mens. Judas is Jezus.